Maar jij hebt ook een wijnhandel, La Persistance. Ja, La Persistance. Wijnhandel, al bestaat al 20 jaar. We zitten in Breda. En we doen het samen. Huub van der Muizenberg en ik. En natuurlijk nog andere mensen die daar in de organisatie zitten. En wij zijn gespecialiseerd in Spaanse wijnen. En daarnaast natuurlijk allerlei andere landen die er ook nog aan meedoen. En ja, wij vinden het heel leuk om op het wijnfestival ook acte présence te geven. Ja, moeilijk ja. woord. Dus wij doen graag mee. En wij komen daar met 15 mooie wijnen uit Spanje, uit Frankrijk. Komen wij daar staan, dat de mensen kunnen proeven, kunnen beleven. En wij komen daar staan met een rosé, V-rosé, die wij heel graag aan het Zeeuwse publiek willen laten zien en laten proeven. Maar die was ook bij de wijnspijswandeling. De wijnspijswandeling, ja, was die ook in beeld. Daar hebben wij een combinatie toe mee gedaan met met pulled pork en rosé. En dat ging heel goed samen. Maar Michiel, daar ben ik. Ik noem mezelf altijd een boer als het gaat om culinaire wijn. Maar eigenlijk is dat wel onzin, want ik drink de laatste tijd best wel veel wijn. En ik hou er ook van. Maar ik kom nooit zoveel verder van. Doe mij maar een lekkere zachte. Ja. En als jij daar nu staat met 15 wijnen, kijk, we zijn natuurlijk nu niet in de loods waar jij al je wijn hebt staan, maar je hebt hier behoorlijk wat flesjes ook voor de restaurantgasten. Ja. Maar als ik nou tegen jou zeg, heb je die 15 wijnen die je daar hebt, staan die hier ook of dat niet? Die hebben we hier ook staan. We hebben hier op de kaart om en nabij de 150 wijnen in ons restaurant. Dat is veel. Ja, we hebben aan open wijnen zo'n, het zal zijn 35, dat mensen dus per glasje kunnen drinken. En we hebben daarnaast nog een goede 100 tot 120 wijnen die je per fles kan bestellen. Nou, en met de wijnhandel La Persistance, daar hebben we tegen de 200 verschillende wijnen die besteld kunnen worden. Maar om terug te komen op je vraag. Zou jij mij, als ik nu zeg, doe nou zo'n mooie witte wijn, als ik dan op dat festival ben, welke zou jij dan pakken en waarom? Heb je die hier zo bij de hand? Ja, heel even. Rooie mag trouwens ook wel, als het wel lekker is. Oké. Daar gaat het al. Even kijken. Zie je ook hele grote flessen? Ja, we zien grote flessen, kleine flessen. Nou, ik heb hier het huis Vegamar. Vegamar is Valencia. Het is een heel mooi huis, daar zijn we net mee gestart. Althans, een jaartje zijn we daar nu mee bezig. Deze is gemaakt van Messaguerra. Dat is een inheemse druif die daar vandaan komt. Ik kom met dit huis, met deze wijn en een Sauvignon Blanc ervan, kom ik op de beurs staan. Ja, die ga je onwijs lekker vinden. Ja? Ja, mooi terroirwijn. Echt een prachtig glas om zo te drinken, maar ook om heerlijk bij te eten. En als ik dat nou als particulier bij jou zou bestellen, hoeveel ben ik dan kwijt voor zo'n fles? Voor de Sauvignon Blanc omgerekend tussen de 8 en 9 euro. Oh, dat is te doen. Onder de 10 denk ik altijd dat is te doen. Dat is een omfietswijn. Ja, een omfietswijn. Ja, nee, ik weet niet precies hoe dat zit, maar... Nee. Ik denk, ja, boven de 10 vind ik het zelf altijd best wel prijzig. Dan denk ik, dat moet wel heel lekker zijn, maar... Ja, nou, die zijn er ook. Ik heb hier in het rekje heb ik wat hangen. Kijk, als je een Barolootje van het huis Franco Conterno. Daar moet je wel wat voor meer voor gaan betalen. Dan schiet dat wel door de 20. En als je daarvoor schieten hebt, dan valt als lek dan in mijn ogen op. Ik zie daar ook een fles met een pistool. Wat is dat in godsnaam? Ja, dat is een heel leuk huis. Aries is dat. Ook Spaans. Het is een Spaans huis. Ja, en zij werken met. Zij vinden etiketten heel erg belangrijk. En deze wijn. De wijnmaker is een vrouw, wijnmaakster. En zij vond deze wijn zo krachtig en zo vurig. Dat ze dacht van. Daar hoort een revolver bij. Maar dus, in mijn oog valt het dus ook meteen op. Dus ik kan me goed voorstellen dat je dan zegt van. Doe mij die met dat. Etiketten, er werd altijd gezegd. Als je ook in de supermarkt staat. Want het is nog altijd 90% wat de mensen drinken komt uit de supermarkt aan wijn. Etiketten, daar mocht. Mag je eigenlijk niet meer kijken. Maar etiketten zijn toch prachtig. Ja, dat doet heel veel etiketten. Ook deze. Nou, dit is prachtig. Kom ik niet meer op de deur staan, maar dit is ook een nieuw huis. Het is een natuurwijn is dit. Soto Free, ja, is een Garnacha. Waanzinnig mooi glas. Er is zo verschrikkelijk veel moois. Als je nou tegen mij zegt van, wat is op dit moment jouw favoriete wijn? Ja, ik ga toch nog altijd terug naar het gebied Ribera in Spanje. Spanje heeft ook een beetje mijn hart. Naar het huis Troes. Dat is het gebied van
Het grote huis, 7 hectare hebben ze, maar ze maken verschrikkelijke, prachtige, mooie, ja, stevige, ja, stevige wijnen. Op hout gelagerd. En ja, dat is mijn persoonlijk op dit moment wel mijn favoriet. Ja. Dus, maar die wijnen die je nu noemt, die zijn, behalve dan die laatste die je noemt, die neem je volgende week mee? Ja, die neem ik volgende week allemaal mee. Ja, dat is heel goed. En nou ja, alles wat er gaat over het festival zelf, dat staat op de website van Wijnfestival Middelburg. En, dus mensen moeten gewoon komen en zelf komen proeven, toch? Ik wou net zeggen, jongens, allemaal komen en we maken er een gezellige 2 dagen van. Ik hoorde dat er nog een paar kaarten over zijn, dus stel het in handen. Heel goed, dankjewel voor je toelichting en tot gauw. Hoi. Jo, hoi.